Wij gaan verder met Bourrées was ontnuf nummer 24. En Bourrées was ontnuf die gaat over vier noten, die 5, 6, 7 en 8, die het hele stuk heen en weer speelt. Dat lijkt daardoor eenvoudig, omdat je je vingers verder niet hoeft te verplaatsen. Maar hier gaan wij voor het eerst in een driekwartsmaat loopjes spelen. En loopjes wil zeggen dat je noten tussen de bassen doorspeelt. Dat doen we in de vorm van een bourrée. Dat is één. Ik ga er gelijk mee beginnen. We beginnen met een opmaat op 5. Dus we beginnen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daar blijven onze vingers de hele tijd staan. We pakken lucht. En we beginnen met een 5. En dan gaan we op 6, 7, 8 verder. Dus nog een keer 5 zonder bas. Grondbas. 5, grondbas 6, akkoord 7, akkoord 8. 8 van 2 tellen 7, we hebben 1 tel erachteraan. En hier komt het eerste loopje. Ik zal het even snel spelen, of even spelen zoals het hoort. En dat is 7, 7, 8, 7, 8. Die 2 kan die 8, die valt tussen de bassen. Dus 7. Nog een keer 7. Dat is de truc. Dus op elke 7 valt een bas. Een grondbas. En dan gaat hij verder in de duw. 7, 6, 5. En dan loopt het nu, loop je weer opnieuw. 6, 7, 8. 8, 2 tellen, 1 tel en een 7. Nee, sorry. Weer hetzelfde loopje in de trek. En nu een 6 eindigt hij. Nee. En een 6 in de duw. Dus, even de hele regel. We beginnen bij 5. Zeven, acht, zeven, acht. Zeven, zes, vijf. Maar die vijf is alweer de opmaat voor de herhaling. Zes, zeven, acht. Weer hetzelfde loopje, maar nu niet op een acht eindigt, maar op een zes. En dan gaan we dat hele riedeltje nog een keer spelen, met alleen een verschil op de laatste maat. Voor degenen die het boek hebben, wij zijn nu in vakje 1. En daar bestaan de dubbele punt met een herhaling. Dat betekent een herhaling. Je moet terug naar de vorige dubbele punt of naar het begin. En de vorige dubbele punt staat in de eerste maat. En daar begin je dus ook te spelen. En als je vervolgens weer aan het eind van regel 2 aangekomen bent, sla je vakje 1 over en neem je vakje 2 en ga je vervolgens naar het tweede deel van het stuk. Ik heb het nu uitgelegd als één regel en we gaan nu die tweede regel zeg maar herhalen. En dan komen we vanzelf in vakje 2. Oftewel, wij spelen dit. Die we hier pakken is de opmaat voor het tweede deel van Bourrées was ontnuf. Het tempo waarin Bourrées was ontnuf gespeeld moet worden zal ik even laten horen. Daar hoef je je nog niet aan te voldoen, maar je kan je eraan optrekken zodat je weet van nou die kant moet het opgaan. Thank you.
En daar begint het tweede deel van de Bourrée was ontnuf. En dat zal ik in het volgende filmpje behandelen.